Hallo, ik ben Frank van der Weijer. In deze screencast toon ik je hoe je in een community of in een cursus gebruikers toevoegt en hoe je die gebruikers een andere rol kan geven. Dit zijn de gebruikers die ik ga willen toevoegen. Je kan dat ook in een groep, daar bestaat een ander filmpje van, maar hier ga ik dit handmatig doen omdat daar geen enkele groep van bestaat van deze studenten. Ik zit in de cursus, ik ga naar configuratiescherm. En bij configuratiescherm kies ik gebruiker inschrijven. Ik kan hier gaan zoeken op basis van een e-mail en dat adres heb ik. Hier zo. De eerste ga ik eens nemen, ik kopieer die. En ik plak die. Ik moet er even wel die mail toe afhalen. Zoeken. Ik vink Brent Gers aan en ik kies hier de rol van die persoon. In dit geval moet Brent cursusleider worden. Ik vink dat aan en ik verzend. Op dezelfde manier ga ik elk van die gebruikers manueel inschrijven. Stel nu dat ik iemand heb, zoals Brent daarnet, die een verkeerde rol toegewezen is, dan klik ik hier gebruikers weergeven of wijzigen. In dit geval weet ik dat er niet zo heel veel in zit, dus ik neem alle weergeven. En ik ga hier de eigenschappen van Brent Gers, eigenschappen, wijzigen. Zijn rol hier, assistent, corrector, deelnemer, gast, leider of organisatie. In dit geval leider. En ik klik OK. Deelnemer voor alle duidelijkheid is student. Veel plezier ermee.